Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Foberta. En deze keer gaan we kijken naar een stukje chemisch rekenen in opgave 2e van het CCVS. Namelijk, daar mogen we met massapercentages en andere leuke spelletjes gaan werken en rendementen. En de vraag is, men blijkt het farmafoliet om te kunnen zetten in tin met een rendement van 87%. Nou, die schrijf ik maar heel eventjes op, want dat is vast belangrijk. Het rendement is 87%. Bereken hoeveel kilogram tin men uit 1000 kilogram varlamofiet kan krijgen. Dus ik heb ook 1000 kilogram SN3FE. Nou, dat is een leuk ding. SN3FeO6OH2. Goed, om dit te kunnen gaan doen, is het eigenlijk het verstandigst om even met molmassa's te werken. En ja, dan hebben we dus nodig de molmassa van tin en de molmassa van varlamofiet. En hoe doe je dat? Nou, je hebt een binas en in dat binas ga je tabel 99 pakken. Of als je een heel oud binas hebt, dan pak je tabel 104. Maar ik raad jullie sterk aan, tabel 99. En daar ga je dingen in opzoeken. Nou, goh, hoe verwarrend of verrassend is dat? En dan kun je onder andere zien dat tin een molecuul, of sorry, een atoommassa heeft van 118,7. Dat ijzer er eentje heeft van 55,85. Zuurstof heeft er een van 16,00. En waterstof heeft er een van 1,008. Dus wat we kunnen doen is we kunnen gaan kijken hoe zwaar is nu deze stof. En in deze stof zit dit 3 keer, zit dit 1 keer, zit zuurstof, moet je even opletten, 6 keer. Plus 2 keer een OH. Dus dan is het 6 plus 2. Dan hebben we deze 8 keer. En op dezelfde manier, deze OH hebben we 2 keer. Dus we hebben 2 keer een waterstof. Nou, dat gaan we invullen. Ik heb geen idee waarom die hierop staat. Ik ga even hier helemaal uit. En dan hebben we dus 118,7 keer 3. Plus 55,85 plus 16 keer 8 plus 1,008 keer 2. En dan kunnen we dus zeggen, deze stof weegt in totaal 541,966 gram per mol. Nou, dat betekent ook dat het zoveel kilogram per kilomol is. Ik vind het in dit geval mogelijk fijn om te werken met kilomollen. Hoewel ik nu eigenlijk al meteen kan gaan zeggen van nee, weet je wat, ik ga helemaal niet met mollen werken. Dit is een uitzondering dat ik denk van nou, dit keer niet. Want ik kan ook zeggen dat je, als je tin hebt, heb je dus, als je een ideaal rendement hebt, 118,7, dat is de massa van tin. Die heb je 3 keer erin zitten. In 541. Nu vergis ik een letter. Ben ik er eentje kwijt. 541,966. Dus dit is de massa van het tin. Die totaal in dit ingewikkelde ding, oftewel varlamofiet, zit. En dan kun je dus ook zeggen, nou, dat is een leuke verhouding. En dan kun je ook zeggen, hey, het is een verhouding. Dus stel dat ik wil weten hoeveel tin er in 1000 zit. Dan kan ik wat dingen heen en weer gaan gooien. En door een verhoudingstabelletje te gebruiken, kan ik dus zeggen van oké, als ik wil weten wat hier staat,
Dan is dat hetzelfde. En dan zet ik maar heel even hier op de massa tin. Dus de ideale massa tin is 118,7 keer 3 keer 1000 gedeeld door 541,966. En dan gaan we dus 118,7 keer 3 keer 1000 delen door dat geweldige antwoord dat we daarnet hadden. En dat betekent dat in een ideale situatie 657 kilogram tin zou ontstaan. Maar de situatie is niet ideaal, want we hebben die 87%. Dus de echte massa tin die zal ontstaan, die is 657 en daar 87% van. Dus dan noemen we dat keer 0,87. En dan krijgen we als echte massa voor het tin eruit keer .87. Dus in een ideale, nou ja, in de werkelijke wereld zal er 571. Nee, ik rond verkeerd af, hè. Sorry. 572 kilogram tin kunnen ontstaan. En dit antwoord is bijna goed. Het is namelijk op één significant cijfer onjuist. Waarom zeg ik dat? Die 87% heeft twee significante cijfers. Dus een ideaal antwoord zou zijn 5,7 maal 10 tot de tweede kilogram tin kan ontstaan. Hier mag je nog één significant cijfer naast zitten. In het antwoordmodel staat wel 572. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.